En op 1 juli is het 156 jaar geleden dat de slavernij in Suriname is afgeschaft. Deze dag wordt ook wel de Dag der Vrijheden of Kitikoti genoemd. Er wordt dan stilgestaan bij het verleden en de vrijheid die de Surinamers van Afrikaanse komaf pas na 200 jaar kregen. Verschillende organisaties herdenken deze dag op hun manier. Ook scholen hebben vandaag de Kitikoti-viering ingeluid. De schoolleider van de Sint-Bernadette-school, Erwin Marto, heeft middels een snoeppauze samen met de leerlingen deze dag gevierd. Marto vertelt meer hierover. Kleine snoeppauze om wat financiële middelen te genereren voor een enkele doelen die we op het oog hebben, die we willen realiseren. En daarna gaan ze feesten, de benen losgooien op de tonen van een DJ. Je mag blijven feesten. Ja, 1 juli is een heel bijzondere dag in de geschiedenis van ons land. Ik zou zeggen, maar ook een goed gaan bezinnen wat de betekenis is of de inhoud is van de dag van 1 juli. Erwin Marto, schoolleider van de Sint-Bernadette-school over de Kitikoti-viering op de school. We brengen nu een fragment van deze feestviering. Reuze gezellig was dat op de Sint-Bernadette-school. Een fragment van de feestviering in verband met 1 juli Kitikoti. En dat was aan de Sint-Bernadette-school aan de Boterbloemstraat.